Het leek erop dat Gregory van der Wiel en Roos Bertram hun liefde een tweede kans hadden gegeven, nadat ze afgelopen zomer innig waren gezien op Ibiza. Maar volgens juiste kanaal Reality TV is de relatie tussen de ex-voetballer en het topmodel allesbehalve roze geur en maneschijn. Tijdens de première van de film Sco2, waarin Roos een rol speelt, zouden de twee flink hebben gebotst. Reality TV beweert dat Gregory en Roos een heftige ruzie hadden op de rode loper van de film. Roos was boos dat Gregory steeds naar andere vrouwen keek, schrijft het kanaal op Instagram. Ze maakte een scène en liep weg van hem. De Sco is een Nederlandse actiecomedie over twee straatwijze rechercheurs die een grote cocaïnesmokkel proberen op te lossen. Roos zou zich niet alleen op de première, maar ook op de set van de film hebben misdragen. Juist zijn ganon meldt dat Roos zich als een diva gedroeg en veel aandacht opeiste. Ze heeft een grote rol in de film, dus ze denkt dat ze alles kan maken zegt het kanaal. Ze praten de hele tijd over juiste kanalen, zelfs tijdens de opnames, en ze sprak Frans met een tegenspeler, zodat niemand haar kon verstaan.